De NV Havenbeheer viert op donderdag 17 november haar 45-jarig bestaan. In dat kader heeft ze vanaf afgelopen vrijdag een naamsverandering ondergaan. De nieuwe haventerminal is vernoemd naar Jules Setny. Dit vond afgelopen vrijdag plaats tijdens een receptie in verband met 45 jaar NV Havenbeheer Suriname. Minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme heeft aangegeven dat de vernoeming in opdracht van president Desiree Bouterse is geschied. Rusland vertegenwoordigde ook de president op de receptie. De nieuwe naam is nu dus Dr. Jules Setny Haven van Paramaribo. De bewindsman stond ook stil bij de vele verdiensten van deze grote zoon van Suriname. De NV Havenbeheer is namelijk opgericht tijdens het kabinet Setny in de periode 1969 tot 1973. Rusland wees er ook op dat de oprechte en markante bijdragen van Surinamers altijd gewaardeerd moeten worden. Volgens de TCT-minister mag er verschil in denken zijn, maar dat het harmoniemodel altijd gehanteerd moet worden. Uit de door Rusland gepresenteerde curriculum vitae van Jules Setny kwamen duidelijk de prestaties van deze Surinamer ten behoeve van ons land naar voren. Ook de verschillende functies die hij in zijn actieve arbeidsleven heeft bekleed, zijn belicht. Jules Setny, die persoonlijk aanwezig was, voelde zich zeer vereerd dat de nieuwe haventerminal naar hem is vernoemd.